Ik heb zelf een bucketlist met 132 dingen die als Vlaming gedaan zou moeten hebben. En het Hallerbos staat erop, dus het is een ideale moment. Het is een beetje zoals de kersenbloesem in Japan en wij hier de hyacinten in het Hallerbos. Hè. Het is een beetje het Tomorrowland van de natuur eigenlijk. Geen pompende beats op het hyacintenfestival, maar wel dit betoverende zicht. Een zicht dat beschermd moet worden, want de wilde hyacint is kwetsbaar. Het grootste deel slagen we daar wel in. Alleen zien we elk jaar wel dat er altijd een paar plaatsen zijn waar dan mensen toch in de verleiding komen om een mooie foto te maken. En dat is eigenlijk echt nefast, omdat de grond daar dan te hard wordt. En dan zie je het jaar daarna daar echt een kale plek. Ik vind als de mensen vragen om dat te respecteren, dan moet je dat ook doen. Het is tenslotte de natuur die in mooie bloem staat. Ik heb zelf ook een hond bij, dus ik vind ook dat je die hond ook bij je moet houden, dat je die niet zomaar in de natuur moet loslaten. Maar liefst 24 kilometer touw moeten bezoekers op het rechte pad houden. En zelfs dat houdt sommigen niet tegen. We hebben het eigenlijk net gezien, ja. foto's ontnemen van communicanten, veronderstel ik. Buiten de paden. Ja, en wat vind je daarvan? Wij waren er niet zo blij mee, ja. We zeiden direct tegen elkaar van dat niet respectvol is. Wie de hyacinten wil zien, kan er maar best snel bij zijn, want de bloeiperiode is onvoorspelbaar. En dat hangt af van hoeveel licht de bloemen krijgen. Als het warm blijft zoals nu, dan gaan de beuken wat vroeger in blad en dan gaat het wat sneller gedaan zijn. Dus het is wat afwachten. Een week of twee zal het zo wel zijn, maar exact kunnen we dat niet vertellen.